the Lord. Wonderman. Wonderman MPSers. Sympathisante. Me baru odi. Me baru odi. Danawa hibibib. Danawa hibibib. Danawa hibibib. Kom begin. Fufri ster. Alasra la man. De MBS'ers en sympathisanten. Na 78 jaar. MBS. MBS, 78 jaar, want taki, want beleid van vertrouwen, want beleid van geloof, welke wij als partij hebben mogen uitstralen in die 78 jaar. Het is een eer om vandaag hier te staan op deze gedenkwaardige dag. 78 jaar MBS. Een reis van visie, leiderschap en toewijding aan ons geliefd Suriname. Wij vieren vandaag niet alleen de partij, maar een beweging die het volk altijd centraal heeft gesteld. Een beweging die altijd heeft gestreden voor een Suriname waar rechtvaardigheid, gelijkheid en vooruitgang hand in hand gaan. Partijgenote Kondreman, toen MBS in 1946 werd opgericht, was het geen gemakkelijke tijd. Suriname stond voor immense uitdagingen. Maar dankzij de moedige leiders die aan de weg van deze partij hebben gewerkt, namen zoals Van der Schroef, Lima Poe, Doelwijk, Adolf Pengel, werd een koers uitgezet die tot op de dag van vandaag doorklinkt in de ziel van deze natie. Kondreman, wanneer wij kijken naar 78 jaar MBS, dan zult u vandaag de dag allerlei partijen dingen horen zeggen over Sang MBS, Duja Kondre, Dizzy. En de mensen die voor mij hebben gesproken, hebben al een aantal zaken aangehaald. Dus ik ga niet de herhaling treden. Maar partijgenoten, wanneer wij de geschiedenis van de MBS bekijken, dan meet op een moment die zie, wil ik stilstaan bij het punt waar wij vandaag de dag zijn. En ik moet u zeggen, tachté, we look at principe MPS, knap na serenang op een moment die zie, dan kunnen wij absoluut niet tevreden zijn. Bika, even bij gebruik van verstand, lek volku, dan waren we vandaag niet in een situatie waar mensen nog steeds afhankelijk zijn van pakketten die gegeven worden door leiders, door partijen, door de regering. Waren we niet in een situatie waar mensen uit de zorgsector, uit het onderwijs, per smile die maar kon rekbaar door de zekere. Waren we niet in een situatie per aannemer, normaal bij, voor de rook of voor infrastructuur voor die konderen. Waren we niet in een situatie, Kondreman,
Me a volk continera day alla day a struggle om de eindjes aan elkaar te knopen. Me denk dat we door een moment in de historie van mijn kondre. En dat is een nieuwe uitdaging die wij vanaf vandaag moeten aangaan. En dat is voor zorgen dat ik een change kom. Voor zorgen dat ik een change kom. En daarom, wie, niks aan de man, moest Arkisa MBS tjakafis. En dat na dat MBS vindt dat we moest weten van jouw passie nou. Van jouw passie, per wie, ik ga doen om te horen wat draf was die ik zou doen in de afgelopen jaren. Wat wij hebben uitgesproken tot nu toe, is duidelijk niet in het voordeel van ons als volk geweest. En partij van Oto, Konderman, terwijl we een historie dat die, dan zien we dat op dit moment het grote probleem overal, elke dag, naar voren wordt gebracht. En dat is het ontbreken van de nodige financiële middelen om een aantal dingen te doen. Dat is één. En partijgenoten, de met artiest van leider. En dat is de redding met heren leider, de takitak. Zou je maar niet dat gratis onderwijs die alasma. Zou je maar niet dat gratis gezondheidszorg die alasma. Maar wat probleem is met Abi? Desma is dat de zandati. Is dat desma niet denk ik dat ja maar fa. Wil op pai. Voor alle de zandati. De dusani. Ook toe in die osso. Ik zou voor je pai. Money moest de. En daarom heb ik beleid voor MPS de komende periode. De UG MPS aan mandaat. Om ervoor te zorgen dat de inkomsten van Konderen drastisch verhoogd. Yeah. Wij moeten naar de verhoging van de inkomsten gaan. Nog zo onder man doen de zon. Zo wie wat doet die gezondheidszorg onderwijs aan het rasen. Maar big it up problemen zou hebben. Dat een paar man. Die moeten betaald worden. En dat betekent money zou hebben ik no no. De net genoeg voor een pai man zijn Mickey in de afgelopen jaren. Maka MBS 2010. Maar Kondre man, de wie elke de mogelijkheid van Kondre, dan zien we dat die er wel zijn. We zien dat of onder informatie de juist. Binnen enkele uren de CEO van Total Energies in Suriname zal zijn. En het is uren die het in beslag zal nemen en de bekendmaking zal komen dat er een FID is voor Suriname. Met de investering van circa 9 miljard Amerikaanse dollars. En partijgenoten, wie denkt dat ik vind dit op een moment die zie, om ons allen te feliciteren met het feit dat die FID er komt. Mag ik een applaus? Is dat die FID ons de mogelijkheid zal geven om investeringen te doen de komende jaren, waarbij de eerste inkomsten uit offshore olie
In 2028 zullen we binnenkomen. Maar wij zijn niet vandaag de dag beland op dit punt, zonder meer. Maar we moeten teruggrijpen naar het moment toen in 1965 ingenieur Coleridge, toen hoofd van GMD, bezig was met boringen om dan water te zoeken in Saramaka. En op een gegeven moment, per ongeluk, plotseling in plaats van water, olie spoit kant op zee. Hoe zat dat ook oude voorzitter, maar Sarah Pengel, premier Fusserijder, op het moment dat die Wagagwa Saramaka Fujidak inderdaad was aan je zoon. En Pengel heeft ook toen die uitspraak gedaan, dat op een gegeven moment, Sarah Shidrabe, Suriname in de toekomst, auto's zal besturen op eigen olie. En dat trouwens toen. Maar door de onderzoeksactiviteiten die daarna plaatsvonden, zien we dat in 1980 de tijd rijp was om verder te gaan organisatorisch voor zorgen dat we produceren olie. En ik denk dat Afini voet dat grant aan het idee, zowel naar Masra Coleridge, like Masra Eddie Jarabi in 80 de zaak heeft geformaliseerd en met visie en deskundigheid de zaak heeft begeleid en staatsolie heeft gemaakt tot wat het vandaag is. Maar ik applaus daarvoor. Want als die dat deed, om decatorie van de staatsolie, dan weet u wat voor problemen we zouden zijn. Maar landgenoten, ik denk dat ook toen we ons freestyle schrijven en we dat aan Conrad Grantang voor een moment die dat staatsolie meteen in gevaar in 1998, 1999. Ik heb een contra Nobel co-op dat staatsolie bij serie die 80 miljoen Amerikaan dollar. En 80 miljoen Amerikaan dollar, u weet wat dat betekent, de inkomsten voor staatsolie, wat allemaal te doen, inkomsten, die contra. In ieder geval, dank aan die heren, dank aan het personeel en iedereen die heeft meegewerkt om vandaag op deze belangrijke positie, situatie te komen. Pesranan kan met een beetje sprong vooruit. En partijgenoten, hoe kan dat katalyseren, Tori? Maar dit zijn bijzonder belangrijke ontwikkelingen die akkoorden. Ik kan ervoor gebruiken om verstand. En we zorgen dat we pot de juiste leider in 2025 voor draaien konden. Dan kan deze ontwikkeling positief voor ons uitwerken. Voor de komende tientallen jaren. Omdat niet alleen wij, maar ook onze kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen, zullen kunnen genieten van de rijkdommen in dit land. Maar wanneer wij verkeerde keuzes maken, terwijl wij kiezen van verkeerd leider of leiders. Leiders zijn om aan om te gaan goedoe van konderen. Dat u nog vieren, u nog schiep ontwikkeling. Dus even. Partijgenoten konderen man. Wij staan dus voor enorm belangrijke ontwikkelingen de komende jaren. En nog grappen met wie. En daarom dat ik daarbij bij stilsta. Omdat de komende maanden MPS'ers wij het veld krachtiger in zullen moeten gaan. Om het volk voor overtuigd af volk. Dat met de MPS. Zij in ieder geval het vertrouwen kunnen hebben. Dat die natuurlijke hulpbron niet in handen komt van een handjevol mensen. Eliten. Maar van het totale volk. Konderman, in
2032 zullen wij een fase ingaan waarbij ongeveer op jaarbasis 4 miljard dollars als land kunnen verdienen. Met deze operatie. En natuurlijk heeft Suriname een belangrijk deel van die inkomsten daaruit. Waar wij voor zullen moeten waken de komende jaren, is dat wij bestuurders hebben die in staat zijn om het proces dat in gang gezet is te monitoren, de bedrijven te controleren en ervoor te zorgen dat Suriname haar rechtmatig deel van die inkomsten daadwerkelijk ook krijgt. Verder zullen wij ervoor moeten zorgen dat die inkomsten uit die sector zodanig besteed worden dat wij zeker zorgen voor een dag. Daar zal ik het moeilijk in aankondigen. Maar ook de investeringen plegen in het onderwijs, in de gezondheidszorg, in de infrastructuur en alle andere zaken die gedaan moeten worden voor Suriname. Het kan niet zo zijn dat wij jongeren vandaag de dag hebben. En natuurlijk is het leuk, even kies wat jij van Prezi, van Boussi. Maar wat wij als NPS willen hebben, is dat wij vooral de jongeren in staat stellen om via goedkope leningen hun eigen woning te bouwen. Wat wij willen hebben is dat gelden geïnvesteerd worden in de ziekenhuizen die we hebben. Dat wij niet meer een situatie hebben dat artsen, verpleegkundigen hun weg naar het buitenland zoeken. Dat wij in staat zijn om ons onderwijs daadwerkelijk die vernieuwingen door te voeren. Because we zien dat inderdaad MBS. We hebben allemaal verantwoordelijk voor onderwijs. En er is een heleboel daarover te zeggen. Maar laat het duidelijk zijn. Wij komen er niet onderuit voor de vernieuwing in het onderwijsproces. Omdat ons onderwijs moet zijn afgestemd op die ontwikkelingen die op ons afkomen, onder onderschat op historie dat die. Onze jongeren moeten vooral technische opleidingen krijgen, waarmee ze vandaag de dag aan de slag kunnen, om ervoor te zorgen dat die productiesector in Suriname inderdaad die vormen aanneemt, waarbij zij in staat zijn om een goede boterham te verdienen, maar waarbij de staat ook er beter van wordt uit belastingen. Partijgenoten, wij moeten een situatie hebben bij een absanitak aannemingsbedoeling dat moet niet de pijn, dat je pijn de afwee, hoe kan je doen af. Los van dat de minister heeft gezegd dat we gestraft moeten worden. Maar het kan niet zo zijn dat wij niet in staat zijn om dit land te organiseren. Want een van de grote problemen die ik zie, is op dit moment het verkeersprobleem, de infrastructuur. En daar zullen deskundigen, onze jongeren, op moeten gaan werken de komende tijd om ervoor te zorgen dat dit jaar oplossing voor de vielen aan de Zandiwezi. Partijgenoten, Suriname staat voor grote uitdagingen. En als Santona Yuanu, Yuke Papal, soort richting wil ik konden. U kunt bepalen dat u leiders zet die zeggen van koop pasamoni. U kunt bepalen dat u leiders zegt die natuurlijk denken aan alleen friends en families. Of u kunt leiders zetten die denken aan de ontwikkeling van onze jongeren. Die denken aan de ontwikkeling van onze arbeiders, onze onderwijzers, onze verpleegsters, onze artsen, onze ingenieurs, onze timmerlui. Anybody die een productie te leveren heeft in dit land. Wij als NPS zullen natuurlijk ervoor zorgen dat zodra wij aan de macht komen, en dan op promissie. Maar wij gaan ervoor zorgen dat wij zeker kijken naar de financiële situatie
En wij gaan de productiesector krachtig ondersteunen. Omdat dat de backbone is van die economie. Om ervoor te zorgen dat de verdiencapaciteit van dit land gaat toenemen. Hoe moet ik mij gaan bestoren dat die? Er zijn inderdaad misschien fondsen die leningen geven voor bedrijven. Maar als de bedrijven kiezen toe doen zo'n geloof me, daar kan je niets mee doen. We praten over de substantiële leningen die mensen zullen moeten krijgen om hun bedrijf op te zetten. Maar ook mensen, jongeren, die hun woning willen bouwen. Tegen redelijke rentes. Zouden we maar kiezen 4%? Zouden we maar kiezen 5% lening? Dat moet kunnen. En daar zullen wij natuurlijk voor vechten. Wij gaan niet komen en u handouts geven. Maar wie moet zorgen dat we Gia Okassie voor mijn ontwikkeling zijn? Partijgenoten. Was wat dat ik maak? Wie is money coinse uit oil en gas? Betekent dat nog geen ontwikkeling? Want als je een bestuurssysteem hebt dat niet goed in elkaar zit, dan heb je een probleem. Dat wordt pakkie. Dat een focus voor NPS. Lange een mandaat zou ik kiezen 25 mei 2025. We beginnen naar een elkaar goed bestuur. We beginnen naar transparantie en bestuur. Dat wordt pakkie. Als we doen zijn in de overheid. Nou, kibri nog mag deel. Alles mag sap zou ik doen. Wanneer we mensen gaan benoemen. Op plaatsen. Hebben we vaker al gezegd. Dan zal het zo zijn dat wij kijken naar de Surinaamse samenleving, maar ook daarbuiten. Maar wij willen de beste lui hebben, de beste mensen voor de verschillende functies die van belang zijn in dit land. Wij willen versterking van de instituten en meer in die pilaren voor de ontwikkeling van dit land. We willen de beste en sterke instituten hebben. Bika. Agenda tijd moeten nog onderschatten zijn voor oil en gas. Als dat niet zodanig. Dat zelfs met onze Surinamers we niet in staat zullen zijn. Om volledig te controleren wat die multinationals hier doen. We zullen dus internationale expertise moeten mobiliseren. Om ons te ondersteunen in de onderzoeken. In de processen die ons garanderen dat Suriname en Kize rechtmatig deel uit de goede vakkundige. Suriname staat voor bijzondere momenten. We hebben inderdaad gehoord dat je moment dat, zoals mijn tak kan de hoek naar de morgen op de politiek. Maar ik kan u vandaag zeggen. Dat wij vanuit de NBS benen zijn voor put alasau abi in de ontwikkeling van kwaderen. Because zo aanvoelen, we kan goed doen. We hebben de politiek niet nodig. Maar als we liever politiek voor beunhazen, dan begrijpt u dat straks onze jongeren, onze kinderen, kleinkinderen ook geen tampen hebben. En wij moeten met alles wat wij hebben vechten voor Sita Kondre. Waarom kunnen we niet een rijk land worden? Een land waar alle Surinamers profiteren voor de goede van Kondre. Dat kunnen we doen. En als NBS, als voorzitter van de NBS, zou wij u niet beloven dat wij u geld gaan geven en strooien. Maar wij kunnen u garanderen dat de mensen die wij naar voren schuiven, met hart en ziel, met volledige overgave gaan werken aan het verbeteren van de situatie waarin Suriname op dit moment verkeert. Partijgenoten, Kondreman, er is veel te doen. Maar je moet weten dat op dit moment de NPS bezig is met haar verkiezingsprogramma. En daar zult u binnen 2 maanden de uitslag van hebben. Daar zult u de uitwerking hebben van de zaken die de NPS in de komende periode na het verkrijgen van regeerverantwoordelijkheid waar de NPS aan gaat werken. En vouwen zet dat kondre dat bij uw passie maar kan 25 mei 2025. Kondreman,
Wij gaan de komende maanden het veld ingaan. Wij gaan het veld ingaan om ervoor te zorgen dat elke Surinamer zich bewust van is hoe belangrijk die stem op 25 mei aanstaande is. Ik heb het al gezegd. Eigenlijk is het een roppen voor onder. En we zien de ontwikkeling politiek al. We zien de potentie die de NPS heeft om straks, zoals wij zeggen, ons streven is de grootste politieke organisatie in Suriname weer te worden. Maar wij gaan moeten werken. Want de tegenstander gaat ons niet rustig laten. De tegenstander zal er alles aan doen. En we zien het nu al. Met fake news. Met allerlei berichten die men lanceert tegen de NPS. Om de NPS in een kwart daglicht te stellen. Zo wie ziet dat was afstand in de maand dat op het plein. Ik heb mevrouw Sijp gevraagd om even aan de kant te gaan. Omdat ik een foto zou maken met de erevoorzitter. Waar is Irma? Kom op de podium. En dit is voor die FB-haters. Irma, hier. Dit is voor die Facebook-haters. Je mag maar zeggen dat de Mocha Tugutugu MBS gaat niet gebeuren. Echt niet. We zijn een eenheid als partij. En we brood deze day. Voor mij dacht ik maar, om horen we eruit met die taboe. Om horen. Om horen we erop. Dames en heren. Mijn dictaat zijn onnoemelijk MBS'ers. En ik zie vandaag inderdaad duizenden hier. Ik heb gisteravond gehoord nou op Chindeer begon. Maar we kunnen nu al zeggen dat er hier duizenden mensen aanwezig zijn. We hebben een heleboel mensen die natuurlijk van huis uit de zaak volgen. Gaat u voor zichzelf na. Wat willen we van dit land hebben? Samen met jouw kinderen. En als je nou aan denkt dat die, ik denk, zijn van die schrijven. Je want dat een man. Deze moet gokken aan die. Die moet zoeken een pakket. Of je want dit in staat voor mijn firma Buroko. Voor je schrijft dat hij salaris kan bij je pakket en dus aan je wanneer, bij je ofzo, bij je wanneer, leek van hem en die NBS vinden. Een keus daarom. In ieder geval, NBS, dit is jouw passie. En wie, wat jara change die wat morgen beter is dan aan. En wij beloven die samenleving, zoals ik eerder heb gezegd, dat wij daarvoor ons uiterste best zullen doen. Voor zorgen dat we de realiserapie staat hier. Dames en heren, we gaan de woord toe die zien. We gaan verklaren dat vanaf die dag een officieel verkiezingscampagne voor NPS is start. En we in Europa-gebied 25 mei 2025 en Minosabi, maar ik denk dat we allemaal een jaar in Bribi. Dat NPS is trouw aan moro bigi politiek organisatie. En NPS wordt een lied in de komende regering. En laat het duidelijk zijn dat op het moment die discipline focust op noa partij, noa samenwerking, we focust het op NPS, moest de moro bigi one voor bepaald en tjara kondredis dat op moro passie. Aan nieuw passie. En voor de mensen die slim gestemd hebben, laat u zich op dit moment niet afleiden. Normaal is stem slim worden. Allemaal is stem naar de verstand. Dank u. Ojewa Bigi Anu, een leider aan of die partij wang, maar leider voor die kondre, Masra Gregory Rosa. Officieel gedeelte, want collega's, we hebben een feestvergadering
a vergadering hoor ik ba, maar vies de buiten. Dus hoe dan gue? Wanna feesten we feesten ook. En laten we gelijk een beroep doen op de bestuurder van voertuig PD5671. Voertuig PD5671.